Meneer Rehberg heeft toen begonnen, eerste toga-maker, traditionele toga-maker van Nederland. Hij is enige en eerste toen hij begonnen. Meneer Vos van hem overgenomen, van meneer Vos, meneer Kazanji overgenomen. Even kijken, 149. En ik en meneer Kazanji samen, bijna 25 jaar samengewerkt. Ik heb alles van meneer Kazanji geleerd. Toga van UFA is altijd de moeilijkste en mooiste toga. UFA toga duurt ongeveer 5 en 5,5 dagen. Omdat ik moet bies met hand maken en die mouwen ook met hand maken. Ik werk echt met mijn hart om de klanten blij te maken. Speciaal moment voor hun en voor mij ook. Ik voel me echt blij dan. Ja.